welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik de nieuwe Glowish line van Huda Beauty testen. Ik ben heel erg benieuwd naar deze line, want het is heel anders dan de make-up die je gewend bent van Huda Beauty. Huda Beauty staat echt bekend om cake face, dus echt om make-up die echt volledige dekkingen heeft. Helemaal mat make-up waar je echt gewoon een volledige full glam face mee kunt maken. Maar deze Glowish collectie is dus gericht op een naturel look. Het heeft allemaal een lichte dekking, een glowy finish. Dus echt iets heel anders dan wat we normaal gewend zijn van haar. Zij heeft ook verteld in haar video's dat ze altijd van die make-up maakte met een volledige dekking. Omdat ze altijd een hele slechte huid had en het gewoon heel mooi egaal wilde maken. Naturel glowy finish was altijd helemaal niks voor haar, want ze wilde juist haar huid niet laten zien. Nou heeft ze een iets betere huid. En nu is ze dus meer into glowy finishes. Dus meer een naturel look. En daarom is ze nou uitgekomen met deze Glowish collectie. Het zijn wel slechts 2 producten, maar ik heb ze hier allebei. En we gaan ze gewoon vandaag reviewen. Ook ga ik een full day wear test doen. Wat inhoudt dat ik de make-up de hele dag op ga laten. En we gaan kijken hoe het gaat zitten voor de hele dag. Het is vandaag een super warme dag. Het is echt iets van 29 graden. Dus ik ben echt heel erg benieuwd of deze make-up de hele dag goed gaat blijven zitten. Dus ben je net als mij super benieuwd naar al deze make-up? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Oké, jongens, zoals ik al net zei, er zijn slechts 2 producten van de Glowish line. En we gaan ze vandaag allebei testen. En ik ga beginnen met deze nieuwe skin tint. Dit is de Huda Beauty Glowish Multi-Dew Skin Tint. Dit is dus een foundation met echt een hele lichte glanzende dekking. Ik heb hem in de kleur 05 medium. En ik hoop gewoon dat hij gaat matchen. En dit is hoe het eruit ziet. Het doet me een beetje denken aan Fenty Beauty verpakkingen. Maar het ziet er op zich wel goed uit. Alleen de kleur lijkt een beetje grijzig. Maar ik hoop dat het niet zo is. Je krijgt 40 milliliter. Een normale hoeveelheid is ongeveer 30 milliliter voor een foundation. Dus je krijgt 10 milliliter meer dan dat we gewend zijn. Dus dat is al toppie. Er staat dat je hem gewoon alleen kunt aanbrengen voor een mooie glanzende finish. Of je kunt hem mixen met je foundation om je foundation iets meer glanzend te maken. Ik ga hem gewoon alleen aanbrengen. Daar heb ik hem ook echt voor gekocht. Ik heb hem niet gekocht om hem te mixen met iets. Ik wil hem gewoon echt opdoen op mijn naturel dagen. Dus ik ben echt zo benieuwd. Het is ook vegan en cruelty free. Dat is ook toppie. Oké, jongens, laten we het gewoon proberen. Ik heb alleen mijn dagcreme op. Ik ga wel eerst even mijn gezicht primen. Ik ga mijn gezicht primen met mijn Charlotte Tilbury Flawless Filter Primer. Deze heeft ook een hele mooie glowy finish. Ik heb de kleur 4 medium. We gaan vandaag echt voor een hele mooie naturel glowy face. Of ja, naturel. We plamuren wel weer gewoon wat make-up, maar het moet naturel ogen. Ik ga ook vandaag echt zonnen, dus ik wil niet al te veel make-up op. Oké, ik ga hem aanbrengen met deze foundation kwast. De Glowish line heeft ook kwasten, alleen die heb ik niet besteld, want die heb ik niet echt nodig. Ik ga mijn Boosty Shop foundation kwast gebruiken, nummer UP04. Altijd wanneer iets glowy is of lichte dekking, dan breng ik het liever aan met een kwast. Omdat een spons het altijd een beetje meer een volledig dekkende matte finish geeft. En dat wil ik niet. Ik ga hem gewoon schudden, ik weet niet of dat moet. Oh, ik hoop echt dat deze kleur gaat matchen. Dit is hoe het eruit ziet. Laten we het gewoon aanbrengen, jongens. Oh, ik ben echt zo benieuwd. Oh, nou is het niet meer zo grijs. Oeh, dit ziet er echt een stuk beter uit. Oh my god, ik ben zo blij. Het leek zo grijs in de verpakking. Het is echt totaal niet grijs, zie je dit? Ik denk echt dat het echt een perfecte match is. Oh, godzijdank. Ik was zo bang. Nou, dit heeft echt een hele glanzende finish. Ze overdrijven niet als ze zeggen dat het je een glowy face geeft. Het geeft je echt heel erg een glowy face. Het heeft echt een lichte dekking. Als ik nou zo over straat zou gaan, zou je echt denken dat ik geen make-up op heb. Dus dat is echt fantastisch. Als je gaat voor zo'n naturel no make-up make-up look, dan is dit echt een goed product. Het is wel heel glanzend, dus ik weet niet hoe fijn het gaat zijn voor mensen met een vettige huid. Maar ik heb een droge huid en ik hou hier echt van. Maar het is wel echt extreem glanzend. Het is niet gewoon een klein beetje. Het is echt heel erg. Kijk even hoe mooi dit is, jongens. Echt een prachtig glow. Het heeft mijn gezicht mooi egaal gemaakt. Echt een hele lichte dekking. Heel erg mooi. Maar nogmaals, echt heel erg vettig wel. Je hebt hem in 13 kleuren. En ik heb dus de kleur 05 medium. Je zou dan denken van, oh, dat is niet echt heel erg veel voor een foundation. Maar dit is een lichtgewicht, lichte dekking skin tint. En één kleur matcht al met veel meer verschillende huidskleuren. Omdat het dus maar een hele lichte dekking heeft. Dus daarom zijn er maar
13 kleuren. Dus dat is niet per se heel raar voor een skin tint. Nu ik het helemaal heb aangebracht, begrijp ik ook echt waarom je het dus ook kunt mixen met je foundation. Want het heeft echt een lichte dekking. Als je gewoon een klein druppeltje bij je foundation aanbrengt, dan wordt je foundation al heel snel veel meer vettig en glowy. Dus dat is op zich wel fijn als je je foundation ietsje meer glowy wilt maken. Maar dit is dus voor nu hoe het eruit ziet. Echt heel erg mooi. Naturel, I like it. Dit soort producten zijn alleen niet per se gemaakt om echt heel lang goed te blijven zitten. Ik heb ook een beetje online opgezocht en ik zie nergens een claim staan van dat hij heel lang moet blijven zitten. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Hij moet in ieder geval wel 6 tot 8 uur blijven zitten voor mij om hem goed te vinden. Oké, het volgende product is een bronzer. Dus ik ga even mijn make-up afmaken en dan kom ik zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Ik heb mijn hele make-up afgemaakt, mijn gezicht en mijn ogen. Ik heb vooral cream producten gebruikt en niet heel veel poeder. En mijn ogen gewoon heel makkelijk. Een winged eyeliner en een beetje mascara en that's it. Nou gaan we in met de bronzer. Dit is de Huda Beauty Glowish Soft Radiance Bronzing Powder. Deze heb ik gekocht in Sephora in Spanje. Maar de hele Glowish line is gewoon hier te koop in ons landje bij thebeautyeditor.com. Tenminste, daar heb ik deze gehaald en de bronzer hebben ze daar ook. Ik heb de kleur 0310 Light. Ik wilde de kleur medium, maar toen ik dus in Sephora was, zag ik dat de kleur medium best wel aan de lichte kant was. Dus toen heb ik de kleur 0310 Light gekozen. Ze hebben deze bronzer in 5 kleuren. En kijk even hoe mooi deze verpakking is. Ik vind deze verpakking echt een stuk mooier dan de skin tint verpakking. En van binnen ziet de bronzer ook echt prachtig uit. Het zijn 2 verschillende kleuren, zoals je kunt zien. Tenminste, ik zie 2 kleuren. Ik ga hem even swatchen. Oeh, hij voelt lekker zacht aan. Dit is dan de kleur geswatcht. Je kunt hem niet heel goed zien, want hij lijkt een beetje op mijn huidskleur. Hij is alleen een beetje meer rood. Oké, laten we even wat informatie over deze bronzer opzoeken. Er zit geen parfum in de bronzer en er zitten vitamine E in, shea butter, red bell pepper extract, rose oil en nog een heleboel aantal goede ingrediënten. Deze bronzer bestaat uit 90% natuurlijke ingrediënten en het is ook weer vegan en cruelty free. Oké jongens, laten we gewoon de bronzer gaan proberen. Ik hoop dat die mooi gaat zijn op mijn huid, maar ik denk het wel. Ik maak mijn bronzerkwast echt helemaal schoon in dit schoonmaak dingetje, zodat er geen andere bronzer meer op zit. En dan pakken we gewoon een klein beetje en dan brengen we het gewoon aan. Het is een beetje een neutrale kleur. Het is niet heel warm of zo. Het is een beetje een neutrale bruine bronzer. Het lijkt een beetje op de Hoola Benefit bronzer. Nou jongens, ik vind hem er echt heel mooi uitzien. Je hoeft ook niet veel aan te brengen. Als je gewoon 1 keer erin gaat, is het eigenlijk al gewoon genoeg. Het doet me echt denken aan de Benefit Hoola bronzer. Als je echt op zoek bent naar een hele mooie warme bronzer, dan gaat dit het niet zijn voor jou. Dus echt een beetje bruinig neutraal. Maar ik vind het heel mooi staan. Het heeft mijn huid heel mooi gebronst. Kijk even wat voor mooie natuurlijke bronzy glow het geeft. Heel erg mooi. Het is wel gewoon mat. Het is geen glowy bronzer of zo. Daar ben ik wel blij mee. Omdat alles dan misschien iets te glowy zou worden als de bronzer ook nog eens glowy was geweest. Maar ik vind het heel mooi. De kleur is ook echt perfect. Ik ben echt zo blij dat de kleur medium was uitverkocht. Want ik zat op de website en de kleur medium was uitverkocht. Daarom had ik hem niet besteld. En daarom ben ik dus naar de Sephora gegaan. En daar zag ik dus dat het dus medium licht was. Dus ik ben zo, zo blij dat medium was uitverkocht. Dus let een beetje op. De kleuren zijn een beetje licht of zo. Als je mijn huidskleur hebt, dan gaat de kleur 0310 Light echt goed zijn. Heel mooi dit. Wauw, ik ben echt zo blij met hoe mijn gezicht eruit ziet. Oh my god. Oké, dan moet ik nog even mijn gezicht afmaken met highlighter en mijn
lippen. Omdat dit een Huda Beauty video is, ga ik ook in met de Huda Beauty Glowy Obsessions palette in de kleur medium. Dit is echt een van de mooiste highlighter paletjes ever. Ik heb hem echt pas net, hij is er ook pas net. En ik zie hier gewoon al een beetje de pan. Kijk, zie je dit? Zo vaak heb ik hem al gebruikt. Ik vind hem echt heel fijn. Ik heb hem nou ook gebruikt hier op mijn schouders. Zie je dit? Dit is allemaal dit paletje. Hier op mijn jukbeenderen en hier zo. Dit is echt een prachtig highlighter paletje. Ik mix altijd deze twee kleuren. Oké, en dan voor de lippen. Ik hou het gewoon heel neutraal. Ik gebruik dit lippotloodje van Nabla in de kleur hashtag 5. En deze lipolie van Essence in de kleur 01 Heart of Gold. Nou ga ik als laatste mijn gezicht een beetje hydrateren met deze Clarins Hydrating Setting Spray. En dan zijn we klaar. Nou jongens, dit is dan de look. Wat vinden we ervan? Ik vind dat ik er echt heel mooi, naturel, glowy uitzie. Echt, I love it. Ik vind het zo mooi. Het ging heel erg goed. Zowel de skin tint als de bronzer vind ik beide heel erg fijn. Let wel op, deze skin tint is echt vettig to the max. Mensen met een vettige huid, ik zou deze niet aanraden. Maar voor de rest van ons gaat deze echt fijn zijn. Deze bronzer raad ik iedereen aan. Een hele mooie neutrale bronzer. Ik vind hem heel mooi. Gewoon heel mooi neutraal en mat. Het is nu 6 minuten over 12. Dus ik heb nog de hele dag om deze make-up te testen. Ik ben echt benieuwd hoe het eruit gaat zien aan het einde van de dag. Ik denk dat mijn gezicht echt één grote vettige chaos gaat worden. But I don't care. Ik heb een droge huid. Dus ik hou wel van een beetje vettige producten en zo. Zoals ik al toen straks zei, het is vandaag 29 graden. Ik ga ook vandaag naar een vriendin aan het zwembad zitten waarschijnlijk. Dus lekker in de zon hangen. Dus we gaan deze make-up vandaag echt goed testen. Als je het vandaag in zo'n zomerse dag volhoudt, dan weet je gewoon dat het echt goede producten zijn. Ik zie jullie straks weer. Oké, jongens. Het is nou 4 uur. Dus we zijn 4 uur verder. En dit is nou hoe mijn gezicht eruit ziet. Ik ben nog niet weg geweest. Ik ga nu weg. Dus ik heb 4 uur lang gewoon thuis gezeten. En het zit er op zich allemaal nog wel gewoon goed op. Het is wel een beetje vettig. Maar ja, dat is het al gewoon vanaf het begin. Maar vooralsnog, het ziet er gewoon echt prima uit. Dus als je gewoon thuis zit, dan verandert er niet heel veel. Maar nu ga ik naar buiten, dus nu is het tijd voor de echte test. Oké, jongens, hier was het 4 uur s'nachts, dus 16 uur later. En dit is hoe mijn gezicht er nu uitziet. Het zit er nog oké's op. Op sommige plekken is het er wel afgegaan. Op de cliché plekken, zoals mijn neus en mijn kin en zo. Maar omdat het zo'n lichte dekking heeft, valt het helemaal niet op dat het er op sommige plekken af is gegaan. En ja, mijn gezicht is gewoon nog steeds vettig. Het is niet per se vettiger geworden. Het is gewoon even vettig ongeveer als dat het ook was in het begin. Dus nogmaals, als je een vettige huid hebt, raad ik hem gewoon niet aan. Als je een normale of droge huid hebt en op zoek bent naar iets met een hele lichte dekking en een hele glowy finish, dan gaat dit denk ik wel echt ideaal zijn voor jou. Maar al met al, het bleef echt een stuk beter zitten dan dat ik had verwacht, eerlijk gezegd. Nou, dat was het dan voor vandaag. Vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!